Beste vrienden, ik ben er terug met de 30 seconden, deze keer over politiek. Naast mij staat onze lijsttrekker, Christophe Dazen, lijsttrekker van N-VA en kandidaat burgemeester voor N-VA. Christophe, je krijgt 30 seconden om aan ons te vertellen wat een goede burgemeester is voor Aalst. Dank u, Christophe. Een goede burgemeester moet eerst en vooral luisteren naar alle Aalstenaars. Dat is heel belangrijk dat hij zich beweegt tussen de Aalstenaars, weten wat er leeft in de stad. En dan moeten we met N-VA deze stad hoogdringend in handen en onderhanden pakken voor een veilige stad, een leefbare stad en een stad waar we ook een crematorium hebben, waar we een evenementenhal krijgen, waar we goede sportinfrastructuur hebben, waar de Aalstenaar perfect kan leven en waar hij zich ook met carnaval op en top veilig kan amuseren. Wij gaan voor een leefbaar Aalst. Perfect in 30 seconden. Christophe, wat zegt u het nummer 16? Heel eenvoudig, als ik al nummer 16 denk, dan denk ik aan Christophe de Vos. Christophe de Vos, geboren en getogen Aalstenaar, die leeft in zijn stad, voor zijn stad, door zijn stad, die ook alles weet wat er rijlt en zeilt. Kortom, iemand die begaan is met de Aalst, de ideale politieker als je het mij vraagt.